Ongeacht de attitude van het college jegens de REC was het college wettelijk gezien ook verplicht geweest de gevraagde bouwvergunning voor het hoofdgebouw en de schoorsteen te verlenen. Oftewel, het college en de RIE koenen de oven net wegerje, ik al hien ze won. Frisse wind het altijd zijn dat ze de oven keren woenen. Jennifer Stevens is fractievoorzitter van Frisse Wind en voorzitter van deze onderzoekscommissie die nou dus maar de conclusie komt dat de oven net te keren wie. Wij dachten toen reëel van daar is nog wat aan te doen. En we hadden ook het idee dat er een heleboel fouten waren gemaakt in de procedures, in de besluitvorming en noem maar op. Hè, dat is natuurlijk ook met de komst van dit rapport duidelijk zo van zo zit het. En daar kan niemand omheen, wij ook niet. De fractievoorzitter van Frisse Wind is ook voorzitter van die commissie. En die zegt eigenlijk dat alles rechtmatig gegaan is. Nou, dat is toch een ander verhaal wat we altijd van Frisse Wind hebben gehoord. Dus ja, ik vind dat wel ironisch. Eigenlijk wordt op deze manier het bestaansrecht van die hele partij ook in twijfel getrokken. Door hunzelf. Nog een conclusie. Er had te min discussie geweest hoe de wijziging van het bestemmingsplan van het industrieterrein liet de komst van de REC Langomlet mogelijk maken. De suggestie aan de Raad in 2008 dat het bestemmingsplan voor de industriehaven geen inhoudelijke wijziging bevatten, blijkt achteraf onjuist te zijn geweest. De politieke besluitvorming over de Avaloven had achter sletten dwarren plakvoen. Van de niet openbare bijeenkomsten zijn geen verslagen gemaakt, zodat niet schriftelijk traceerbaar is wat de standpunten van de raadsfracties en individuele raadsleden zijn geweest. Ik denk dat je daar ook je lessen uit moet trekken voor de toekomst. Er heeft zich nu weer opnieuw een discutabel bedrijf aangemeld. Nou, dat gaan we ook toetsen. En denk ik dat we je dit rapport moeten gebruiken om daar lessen uit te trekken. En om dat beter te doen. Ja. Dus maar de sloopwerf geen vergadering achter slettend warm? Nee, lijkt mij niet. Lijkt mij niet verstandig. Nee.